Yo mensen, welkom bij een nieuwe GTA First Person Story Mode. De vorige keer toen we stopten waren we bij deze hoer. En toen vroeg ik me af, gaan we in de volgende aflevering met die hoer mee? I need an officer right away. Het antwoord is nee, want ze belden de politie, nou heb ik problemen. Godverdomme. Dit is wat ze noemen een kuthoer. Om maar even in beschaafde termen te blijven. Fuck jou. Ik hoef je niet meer. Ik dacht dat hoeren aan mijn kant stonden, maar zelfs hoeren verraden me. Ben jij ook een hoer? Vast wel. Lig je lekker te chillen, mevrouw? Ah, ja, dat snap ik al, want deze tegelvloer ligt echt gewoon totaal echt heel erg comfortabel. Ja, er was ook nog buiten. Het is nacht. Het heeft niet zoveel nut als het dan nog buiten hangt. Het droogt in de zon. Zie jij hier een zon? Nee, want je ligt nou dood op de grond, dus je ziet helemaal niet zoveel, maar goed. Oké, daar is de politie. Laten we maar eens eventjes een epische ontsnapping in gang zetten. Oh, niet eraf. Oké, wacht, ik moet er toch al af. Oké, we hopen voor het beste. Oh, dat viel best mee. Overdrijven is ook een vak. Oh shit, oh mijn god, de politie polonaise, kom me halen. Het is geen carnaval meer. Kom op zeg. Doe eens eventjes normaal. Kijk, als het nou carnaval was, had ik die polonaise nog wel kunnen appreciëren. Maar nou, nee. Het is dat ik uit Brabant kom, hè. Want anders was ik helemaal geflipt. Brabanders, die kunnen daar wel hebben, zeg maar. Als ware polonaise expert, kan ik je vertellen. Dat het best een goede polonaise was. Ze hadden allemaal leuke pakjes aan. Ze waren goed verkleed. Dus die polonaise, die krijgt voor mij een 7.24. Het had een 7.25 kunnen zijn. Maar iemand zijn politiepet zat een beetje scheef. En dat is altijd jammer. Fuck, ze gaan wel heel erg op in hun rol, zeg. Kom op, joh. Oh ja, trouwens, ik zeg het iedere aflevering maar iedere zaterdag komt een nieuwe aflevering van GTA First Person Story. Wil jij dat ik 2 afleveringen per week ga maken? Dus een aflevering op woensdag of zo extra erbij. Normaal zou ik zeggen, zet het onder in de comments, maar stuur me dit keer maar een tweet naar @goldenpowerprot op Twitter of mijn andere account @jossmits_. Dat is allemaal wel makkelijk te vinden hoor. Maar stuur mij een tweet met ja, ik wil 2 keer first person story in the week. En dan ga ik die shit regelen. Maar goed, we gaan heist setup missions doen. Want we zijn alweer eventjes onderweg en we hebben nog geen missie gedaan. En daar gaat het natuurlijk wel om in de story. Dus we gaan eventjes nuttig doen. Dat is ook voor het eerst, ik weet het. Maar we geven het gewoon een kans. Weet je trouwens op welke dag ik het opneem? Op 4 juli. Dat is zeg maar de warmste dag ooit, toch? Of niet? In ieder geval, ik zit hier in het benauwdste hok ooit. Maar ik heb scheid, want ik ben lekker GTA aan het opnemen voor jullie. En dat kan ik in iedere weersomstandigheid doen. Want dat is het leukste wat er is, natuurlijk. Steal the tow truck. Dan ga ik het ook vanuit dat deze meneer eventjes op zijn achterhoofd getimmerd gaat worden. Hé, je auto is kapot. Je auto is kapot. En je hoofd ook. Meneer, je hoofd is kapot. Ik bel wel een monteur. Zodra ik de heist gedaan heb. Oké. Hé, kijk, een haak. Oh shit. Ik heb mezelf aan de haak geslagen. Oh shit. Take the tow truck to the FIB lot. Nee, niet to the FIB lot. To the VIP lot. Ja, als je die niet snapt. Kijk dan de video Lekker GTA spelen geheime locaties. Daarin komen we erachter dat het niet FIB is, maar VIP. En VIP is een ander woord voor hip. Maar dan voor de FIB. Dus ja, een hipster is dan ook een VIPster. En ja, in het Engels is een nijlpaard een hippo. En ja, dat is dan ook weer een FIPO. Je kan het gewoon overal toepassen gewoon. En FIPO, dat lijkt dan weer op Febo. En daar kan je dan weer van eten en zo. Weet je, kroketten uit de muur halen. Heeft allemaal gewoon een verband. En dat, dames en heren, is Illuminati. Nee, niet alles is Illuminati. Dit was gewoon ultiem VIP. Oh, pas op. Meestal ben ik degene die op moet passen, maar ik heb scheet. Maar ja, dat weten jullie natuurlijk al wel van mij, want alsof ik ooit stop voor iemand. Ik zeg het net nog. Je had het kunnen weten, ik zeg het net. Ach ja, weet je, iedere keer als ik iemand doodrijd, dan is het toch niet mijn schuld. Hey, trouwens, jongens en meisjes, dames en heren. Volgende week dinsdag, of woensdag, ik weet niet welke dag het was, volgens mij dinsdag, komt een nieuwe GTA Update downloadable content uit de Ill-Gotten Gains Part 2. 2 van de 3. En er wordt weer ultiem vet, want er zitten heel veel vette voertuigen bij en heel veel vette wapens. En ik ga dat natuurlijk allemaal behandelen. Niet in deze serie, maar wel in andere GTA video's op mijn kanaal. Dus houd het in de gaten, dat wordt echt superleuk. En ik ben misschien van plan om ook nog GTA livestreams te gaan doen binnenkort. Maar ja, dat horen jullie allemaal vanzelf wel. Hou het kanaal in de gaten en de Twitter natuurlijk, want daar zet ik het ook altijd op. Maar goed. Hey, tow truck's at the lot, dog. Ready to go. All right, that's everything. I'll call Steve, tell him we're ready to move on this. Oké, helemaal top. We gaan de heist
beginnen, denk ik. En als we het toch hebben over nieuwe dingen, binnenkort start ik ook een GTA Funny Moments serie. En voor de wat oudere kijker, en niet voor de mensen die 60 zijn, maar voor de mensen die al langer naar mijn kanaal kijken. Ik heb al eerder een GTA Funny Moments serie gehad, maar dit keer ga ik het gewoon proberen om nog leuker te doen. Helemaal vet. Want ik heb ook zoveel reacties altijd gehad van, ja, wanneer komt er weer een GTA Funny Moments? En toen dacht ik van, ja, ik doe ook gewoon andere montages, weet je wel, die ook gewoon grappig zijn. En dan is het gewoon een soort van Funny Moments die wat uitgebreider is. Maar nu dacht ik van, het is weer tijd om GTA Funny Moments te doen. Weet je wat helemaal leuk is? In de zomer komt Rockstar Editor uit voor de Xbox One en PS4. En dan kan ik nog vettere video's maken, want dan kan je dus uit verschillende standpunten allemaal shit opnemen in GTA. En dan krijg ik vette video's, holy shit. Want dan kan ik dus echt hele vette filmpjes gaan maken hierin. En die kan ik daar ook weer als Funny Moments gebruiken. Dus het wordt echt heel vet. Deze zomer wordt echt zo vette GTA zomer op mijn kanaal. Holy shit. Maar goed, we gaan eventjes wat wapentjes inslaan. Want we gaan zo een heist doen. En dan neem ik aan dat we wat mensen gaan doden. Dit duurt altijd zo ontiegelijk lang altijd. Oké. Even kijken hoor. Oh shit. Ik ga sowieso een rocket launcher kopen. En hij wordt roze. Want als je dan zeg maar wordt neergeknald door een roze RPG. Dan denk je bij jezelf toch echt zo van, fuck, waar heb ik een kut leven. Of in ieder geval, dan ben je dood, maar nou, dat is echt de meest beschamende manier om dood te gaan, eigenlijk. Maar, Franklin, heb jij fatsoenlijke wapens? Nou, dit kan wel wat upgrades gebruiken. En dan gooi ik gewoon wat geld weg. Yusuf Amir Luxury Finish. Ik ga het gewoon erop zetten. Kost 36.000. Maar dat interesseert me niet, want het ziet er cool uit. En als het cool uitziet, dan moet je het gewoon doen. Oh, wacht. Even flashlight erop. Hotsakee. Yo, ik ben er klaar mee. Laten we de heist gaan doen, dames en heren. Your mama is a slut. What the fuck? Dankjewel, random voorbijkomende mevrouw. Oh, jullie zijn er al. So what are we doing here? We're working, amigo. Taking a score. Yeah, done most of the planning. And I think we're gonna literally make out like bandits on this. Did you talk to Lester? Yeah, I called him. Apparently he's in the hospital having his vagina cleaned or some shit. He's got a wasting disease. 20% saved. Nah, that's not how we work. Well, you'll forgive me, but that's how we're gonna work this time, all right? We're doing it my way, because as I recall the last time when we did it your way, we all got shot at, you got buried, resurrected, turned into a twat, and Brad ended up in a fucking prison! Yeah, and Lester told us not to do that job, but we did it anyway. And Lester seems pretty good, man. Would you shut the fuck up, all right? And you, Michael, owe me, all right? So what's the plan? Easy. We are sinking a freighter into Los Santos Harbor, all right? Now, Daddy's little helper, you're gonna be on the bridge, all right? You're the lookout. And you're boarding the freighter and planting charges. Me, I'm running the deep water salvage operation with a little help from my friends. You. Fat man, of course, well, you're not one of those friends. Which part is easy, though? Oh, for fuck's... Where'd you get the pussy, Mikey? Man, fuck you! Ah, better! I like that! Fuck you! Good! Good! All right, now let's go make some money, ladies, huh? Brilliant. All right, let's do shit. Get in a vehicle. Volgens mij is dit Franklin's auto. Maar dat interesseert me niet. Want je hebt gewoon geen keus, Franklin. Je mag lekker passagier zijn in je eigen auto. Je kan aanschouwen hoe ik je auto naar de pleuris rijd. Oh! Ik was niet echt van plan om naar de pleuris te rijden. Maar dan krijg je weer zo'n houten paal. Waar je altijd tegenaan rijdt in dit spel. Motorrijder! Yeah! Dat is de eerste van vandaag. Oh, er rijdt er nog eentje. Oh, ik zweer, ik wil die man pakken. Dat klinkt helemaal niet verkeerd of zo. Haha, komt er weer. Hoppatee! Dat is twee. Ik moet echt zo'n telling bijhouden van hoeveel motorrijders ik al doodrijd. Oké, doei, Frank. Trevor. Frankver of zo. Ja, dat zal wel. Ik kan al die namen toch allemaal niet onthouden, jongen. Drie namen onthouden, dat is toch veel te veel. Hey, dog, I'm in position. Let me know when you're ready. All right, F, I'm in position. Damn, that's a long way up. So make sure I don't run into any trouble when I get there. Fuck it, Trevor. All right, I got you, homie. Oh shit, moet ik hem nou doodschieten? Denk het wel. Oh ja, wel, moest wel. Oké, top. It's clear, man. Climb aboard. Things I do for old friends. I got 4 bombs to plant, kid. Look out for me while I do it. Oh shit, we gaan bommen planten. First bomb is planted and armed.
I'm moving up to the next position. Nu moeten we gaan sneaken en shit, maar nu moeten we naar Franklin, want we moeten die guards kapot maken. Oh, daar. Kut mis. Oh, fuck, alweer mis. En die is raak. Geen paniek. Oh shit. Hoezo is die mis? Die was sowieso raak. Hij kerst gewoon af op zijn kale hoofd. Oh, hier staat er nog één. En je bent dood. Oké, top. En nu gaan we naar Michael. En hotsakee. Daar gaat Michael. Hij is zeer gespannen, want hij weet niet wat hij aan het doen is op dit moment. Hij is aan het rennen, terwijl hij eigenlijk moet sluipen. Oh nee, daar komen een paar wachtertjes aan. En die... Hoppatee, fix dit. Oh shit, er zit gewoon een thermoscope op. Hoppatee, dat is veel makkelijker joh. Oké, let's go als Michael. Oh fuck. Eigenlijk wil ik als Michael gewoon een keer iemand neerzieten. Dit is veel spannender. Hey. Psst. Je bent dood, meneer. Haha, zo cool. Problemos. Oké, nu komen mijn zware sniper skills naar boven, die ik niet heb. En de laatste. Hij moet reloaden. Yes! Oh shit, dat was nu niet de laatste, want de code nog weer. Oh nee, fuck, het is een helikopter. Of niet? Oh fuck, hij was voor mijn neus. Oh, maar hij is dood. Helemaal in paniek. Oké, Michael is klaar. Hij komt hierheen. En daar komt de guard. Oh, maar hij is dood. Oh, nog eentje. Waarom moet ik dit doen? Michael kan het zelf toch ook wel? Oh, daar gaat hij. Atletische manoeuvres in het water. Eens even kijken, we gaan dingetjes opblazen. 3. En 2. En 1. Kaboom! Oh, dat ging niet zo snel. Oh shit. Wat sticky bombs wel allemaal niet kunnen doen, dames en heren. Oh, daar gaat je schip. Jammer, man. Oh, daar gaat je reddingsbootje. Oh, het staat in de fik, maar dat maakt niet uit. Want hij komt zo in het water en dan is het vuurtje alweer geblust, hoor. Maak je geen zorgen. Zo, die is goed naar de tering. Oké, nu gaan we onder water naar iets zoeken wat in het schip zou moeten zitten. Oh, dit is het waarschijnlijk. Holy shit, wat is dat dan? Een of andere bom of zo. Hey Trevor! Mattie van me! Oké, ik heb hem net opgepakt. En dan gaan we nu... daar naartoe. Zo, dan pomp ik hem even vol in dit gele ringetje. En dan zijn we volgens mij klaar, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Hey, is that Lester? What? Hey man, what the fuck you doing here? You should be in bed. Yes, I should be. I would be if certain known associates weren't busy making themselves enemies of the state. Woo! You know, the FIB, Meriwether, IAA, you can fuck with them all day long. But when you try and steal an experimental super weapon and sell it to the Chinese, you and everyone you ever knew is gonna be fucked in the ass, you fucking chumps! Hold on, man. A super weapon? The Chinese, what? What'd you think is in there? I thought he talked to you. All right, man, so what now? Well, maybe I can organize to have it taken back and found amongst the wreckage. Whoa! Holy fuck, Lester Crest! Holding on and looking good, huh? Do you have any idea what you did here? Yeah? I pulled a score. What, are you jealous because you didn't get your 20%? If that thing doesn't go back, then we will all end up on every watch list in the entire planet. We'll all be dead within a week. Think! All right, listen. Take the truck, take a guy, do what you gotta do. Trevor? I'll load it up. Trevor? Oké, dus we hebben deze hele heist voor niks gedaan. Top! Nou, dames en heren, dat was het dan weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken, druk op het duimpje omhoog als je het leuk vond. En laat op Twitter weten of je 2 afleveringen in de week wil. Tot de volgende keer. Later!